Nou, daar zijn we dan, in de Grand Canyon, in de mist. En wie komen we tegen? Ah, daar is hij weer, Ranger Robert. Goedemorgen, daar zijn we dan weer. Vandaag in de Grand Canyon, waar geen moe te zien is, want het is zo mistig als de pest. Zoals u maar achter me kunt zien. Voor mij is het gewoon nep hier, is fake, is plat weiland. Wat u daar links achter me ziet, dat is een van Disney Studios. Dat is al gewoon op een stuk hout geverfd. Dat hebben ze er neergezet. En dat lijkt net echt. Dus vanmorgen hebben we eerst de Berkveld Trail gedaan. De Shoshone Trail. Die staat nergens vermeld, want we willen ze een beetje geheim houden. Dus hebben we eerst een mijl gelopen. Kwamen op een punt. En wat zagen we daar? Niks. Mist. Een mijl terug. En toen we die 2 mijl gedaan hadden, waren onze nieuwe hikingschoenen helemaal onder de modder. Nou, dan ga je ook klagen bij de park hier ook. Want de Rangers Robert, die moet wel met schone schoentjes natuurlijk kunnen lopen. Toen zijn we naar een jakkiepunt gegaan. Daar konden we een stukje een trail lopen. Daar hebben we geloof ik een fotootje genomen die er redelijk uitzag. Was even open. Nee, we zijn niet naar jakkiepunt gegaan. We zijn naar kebabpunt gegaan. Shish kebabpunt. Hallo, we kregen ook falafel bij en dat was heerlijk. Een dunner? En aan de dunner was ze. Nou, dus weer gauw teruggehold naar het toilet. En nu zijn we naar de Grand Canyon Village. We zitten nu bij Bright Angel Trail. Dat is een andere trail de kelder in. Ik zit nu te wachten tot de wolken even wegtrekken. Dan kunnen we een mooi panorama shotje maken. En daarna gaat Ranger Robert weer verder met zijn taak om u geïnformeerd te houden over alle wonderwaarlijkheden in deze wereld. Over en out. Ciao.